ik ben Bart Lane, zaakvoerder van CTP Digital Printing Turnhout. Dataline kwam bij ons bij de vraag af van een magazine full variabel te produceren met een uitslaander op de kaft. Dit was niet evident. Hebben wij toch wel eens over moeten nadenken hoe dat we dat konden realiseren. We moeten enerzijds de cover printen op een XXL formaat op iGen, anderzijds het binnenwerk op een kleiner papierformaat. Dit moet allemaal gematcht worden, zowel na print als in de afwerking op verschillende machines. En dat was wel een hele uitdaging. Het matchen van de cover met het binnenwerk was zeer belangrijk voor Dataline, aangezien dat elke pagina variabele content bevat die aan een unieke persoon vasthangt. Dus moesten wij een foutenmarge van 0 halen. Wij hebben dat ook gerealiseerd. Voor ons was het een hele uitdaging, aangezien het totale volume van 23.000 brochures in 6 verschillende talen. Dit moesten we allemaal met die marge 0 produceren. De complexiteit van de job zit hem vooral in onze afwerking. Zowel de cover als het binnenwerk worden eerst gesneden op een snijmachine. Vervolgens gaat de cover op een rilvouwmachine en dan gaat het geheel op de nietstraat. Bij output op de nietstraat werd er door de operator steeds een visuele manuele controle nog eens uitgevoerd, zodat we die nulgarantie konden garanderen. We hebben getracht tijdens de productie de afwerking te laten volgen op het printverhaal en zo de job in kleinere stukjes verwerkt hebben, op een zeer korte doorlooptijd. Het voordeel van de job in kleinere stukken op te splitsen is dat we niet moesten stockeren, zowel cover als binnenwerk. Gedurende het productieproces hebben wij onze uitval ook herprint. Dit deden we aan de hand van matching codes. Stel er viel een cover, een blokkage op de rilvouwmachine, zijn deze ook herprint, zodat toch iedereen de brochure ontving. Na de vraag van Dataline of dat wij deze job wouden realiseren, hebben we daar niet lang moeten over nadenken. Het was voor ons ook een opportuniteit om ons te profileren als digitaal printbedrijf die deze matching kon doen.